En Kibron gaat goed. Sander Kloosterziel heeft de 5 kilometer van de Stadshagerun op zijn naam geschreven. Hij kwam als eerste over de streep met een tijd van 16 minuten en 26 seconden. Ja, ik liep de laatste kilometer zo, als ik boven mijn wacht loop, dan kan ik gewoon geen versnelling meer uitvoeren. En dan loop ik gewoon op die snelheid door. En dan steeds mijn benen liepen steeds voller. Uiteindelijk kon ik helemaal niet meer op mijn benen staan. Bij de vrouwen was Lieve Toilet de snelste, met 19 minuten en 18 seconden. Zwaar, maar het is mijn eerste wedstrijd weer. Ik heb 2 triathlons deze zomer gedaan, dus ik was weer een beetje aan het terugkomen. De eerste ging lekker, daarna het laatste stukje was een beetje zwaarder, maar och, ik ben tevreden. Eerste plek, meer kun je niet wensen, toch? In totaal stonden er zo'n 2000 hardlopers aan de start van de 10e editie van de Stadshagerun. In verschillende categorieën, zoals de kidsrun, de juniorenrun, de G-run, de 5 en de 10 kilometer. Oorspronkelijk starten de wedstrijden samen. Nou ja, dat is nu gesplitst. En de afgelopen jaren is het op zich wel hetzelfde gebleven qua opzet. En dat loopt eigenlijk heel goed, want we hebben zo'n 2000 lopers elk jaar weer. En het is een mooie loop. De deelnemers liepen onder meer langs het Twistvlietpark en de Hasselterdijk en vanaf daar de wijk weer in. Het hele parcours langs, mensen, 2 keer een bandje. Mensen zingen, klappen, roepen je naam. Hartstikke leuk. Ja, het is erg gezellig, hè? Want het is natuurlijk een beetje een familieaangelegenheid zo langzamerhand. Mijn vrouw is ook nog komen kijken, dus het wordt er echt helemaal een familieding. En toen stonden er allemaal mensen aan de weg en zo en er waren ook muzikanten. Ja, leuk, gezellig. Alles voor mee, hè? Kinderen, ouderen. Dus fijn. Ondanks een regenachtig begin van de Stadshagerun was er veel belangstelling voor de hardlopers. Ja, prachtig, mooi. Mooi evenement en er wordt vol enthousiasme gelopen, dus mooi om te zien. Ja, superleuk. Mijn dochter doet mee en mijn man zo meteen, dus ik moet even aanmoedigen natuurlijk. Hè? Van Kibron, maar ze is 2e geworden van onze club, dus heel goed gedaan. Gefeliciteerd, Danique. Groot applaus voor Danique, eerste met een fantastische tijd.